staan hier voor Theater Ziemig in Zuilen, Utrecht. En we gaan straks naar een voorstelling kijken van Podium Sprit. En ik neem jullie mee, kunst en cultuur in Zuilen. Podium Sprit is een jeugdtheater eigenlijk. Het is een programmering, theater, dans, muziek voor kinderen. Voor hele kleintjes vanaf 1 jaar tot en met 12 jaar. En we hebben het Podium Sprits genoemd. Omdat Sprits, het koekje, is eigenlijk een koekje wat al sinds 1888 in Utrecht wordt gemaakt. Door bakker Bergman. En toen ik in Utrecht kwam wonen 2 jaar geleden, toen kreeg ik dat cadeau van de makelaar, van de buren. Dus ik dacht, oh, dit is een heel bekend Utrechts koekje. Nou kom ik er langzaam achter dat niet iedereen dit al wist. Maar ja, we vonden het ook gewoon een heel vrolijk klinkende naam. Nou, we hebben een verhaal gemaakt over 4 personen die in een verlaten hotel aankomen en daar van alles meemaken. En dat verhaal wordt verteld met dansduetten, maar er komt van alles langs in het hotel. Wat ik wel speciaal vind aan deze voorstelling is dat we best wel een soort van grote energieke dansstukken hebben, maar dan ook dingen waar je heel erg op in moet zoomen. Dus er zit heel veel in- en uitzoomen in de voorstelling. Hoe heeft u de voorstelling ervaren? Ja, mooi. Ja, ik vind het altijd heel leuk. We zijn voor de 4e keer denk ik bij de dansers. En ja, ik vind dat, je kan je eigen wereld ervan maken. En ja, mooi. Leuk. Er waren een paar hele grappige stukjes zitten, zaten erin en ook... De dans was ook heel mooi. Je hebt toch zo lang hier naartoe gewerkt. We zijn na 1,5 jaar of zo geleden ben ik begonnen hiermee. En dan nu is de eerste voorstelling. Het is toch wel heel gaaf dat al die mensen er dan zijn. En zo'n mooie voorstelling gezien. Ja, dus de kop is eraf. Op naar een mooi seizoen. Voldeed aan je verwachtingen? Ja, zeker. Ja, ik wist al dat de voorstelling van de dansers in het filiaal is heel dromerig en fantasierijk en creatief. En met al die lichtjes en trucjes. En ik vond het heel leuk om te zien dat de kinderen om mij heen af en toe ook echt zo gingen van, huh, wat is dit? Of verdwijnt ze nou in een bank? Of ja, nee, dus ik vond het heel leuk. Ik ben eigenlijk de enige die geen danser is, maar ik ben een mimmer. Dat eigenlijk wil zeggen dat wij enkel ons lichaam gebruiken om een verhaal te vertellen. Hoe is het voor jou om als mimspeler vandaag op te treden als danseres? Het is soms hard werken, fysiek heel hard werken. Maar ik heb gemerkt dat mim en dans hebben heel veel raakvlakken. Er zijn heel veel dingen hetzelfde en daar hebben we elkaar... Gevonden, ja. Het acteren vind ik heel spannend. Je moet ineens, je bent ineens iemand anders en dan moet je gaan spelen. En dat zijn we niet echt gewoon om te doen als danser. Dus dat is echt de grootste uitdaging, denk ik. En de vele props, want we hebben enorm veel props. En die moeten allemaal op de juiste plek liggen, anders gaat de voorstelling de verkeerde kant op. Er is een moment dat ik stiekem iets moet doen in het donker. En dat vind ik heel spannend, want als dat misgaat... Dan komt het wel een beetje stom over, eigenlijk, de scène daarna. Welk moment was dat? Wanneer de deur verdwijnt. Ik ben verantwoordelijk voor het laten verdwijnen van de deur. Wat was voor jou het leukste scène om te doen? Ik denk dat ik als ik een reus word... Als ik zo de opera reus word, dat is een heel fijn moment om te doen. Word je, dan, ja, je groeit op een of andere manier echt. Dat is een heel fijn momentje.